Een duurzame, groene leefomgeving. Dat is waar we in Amsterdam en de regio naartoe willen. Maar daar zijn we nog niet. Uitstoot van vrachtwagens, busjes en industrie vervuilt de lucht. Grondstoffen raken schaars. En afgedankte producten komen terecht op afvalhopen. Het stroomnet raakt overbelast. In de steden is het in de zomer vaak erg heet en droog. Fikse buien zorgen voor wateroverlast en kans op overstromingen. Om steden leefbaar te houden zijn veranderingen nodig. De metropoolregio Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn. De regio wordt aangepast en voorbereid op het veranderende klimaat. Gemeenten zetten in op de energietransitie en het hergebruik van grondstoffen. Denk aan functioneel groen in de wijk, milieuvriendelijker opwekken van elektriciteit en warmte en schoon uitstootvrij verkeer. Bij de HVA dragen we daaraan bij. We werken in een Center of Expertise aan de grote thema's van nu, om onze steden klimaatneutraal, circulair en klimaatbestendig te maken. Ons Center of Expertise heet City Net Zero. Zero uitstoot, zero waste en zero impact van klimaatverandering. Bij het Center of Expertise werken we aan praktische oplossingen, innovaties en kennis voor de praktijk en het onderwijs. En daarbij werken we altijd samen met partners in de regio, zoals de gemeente Amsterdam, Vattenfall, woningcorporaties en kleinere ondernemers. Een belangrijk kenmerk van ons onderzoek is dat onderzoekers met verschillende expertise samenwerken om zo tot de beste oplossingen te komen. Technische experts werken samen met onderzoekers met bijvoorbeeld een sociale, economische of creatieve achtergrond. Naast bedrijven en overheid profiteren ook studenten van het Center of Expertise. Ze werken vaak mee aan onderzoek voor hun stage of afstudeerproject. Ook wordt kennis uit het onderzoek verwerkt in de opleidingen van de faculteit techniek. Studenten krijgen gastcolleges, ze kunnen meedoen aan hackathons en serious games. Met het Center of Expertise City Net Zero werken we met elkaar aan de duurzame stad van de toekomst.